zijn hier vandaag bij de familie van Putten. De familie van Putten is innovators aan het uitschuren die behandeld zijn met Walvoorsite. Walvoorsite is een nieuw kiemremmingsproduct wat wij afgelopen zomer hebben toegelaten. In Nederland was de registratie de eerste toelating voor Europa. In de Verenigde Staten wordt het al meer dan 20 jaar naar alle tevredenheid gebruikt. In onze bewaarschuur is ruimte voor 800 ton en dit jaar is er tussen de 750 en 800 ton aardappels in bewaring gegaan. Maar dat weten we pas als de schuur leeg is. Het grootste onderscheid met andere kiemremmingsproducten zit hem daarin dat Walvoorsite, doordat het in het begin van het kiemproces werkt, de aardappelen volledig op rust legt. Dit betekent een veel lagere ademhaling, een rustiger bewaarperiode, waardoor je een beter product aan het eind van het seizoen over hebt. Het middel wordt toegepast door middel van vergassen. Alleen dat is niet met het kleine apparaat wat we vroeger gewend waren. Maar je hebt nu een apparaat wat buiten de bewaarschuur staat, wat op stroom aangesloten wordt. En het vernevelt veel makkelijker door de hele cel heen. Dus het maakt ook niet meer uit waar je het apparaat neerzet. Het komt overal. Dus dat is het voordeel, dat je ook een veel betere verdeling krijgt door je hele bewaarcel heen. Nagenoeg alle aardappelen, ondanks dat het al 9 weken geleden is dat we de laatste keer gegast hebben, zijn nog steeds kiemvrij. Walvoorsite is een heel uniek product, omdat het gebaseerd is op een aardappel-eigen stof. Het is identiek aan het hormoon wat in de aardappel zit. Dus op basis daarvan heeft het in het kader van de groene chemie, waar we toch wat heen willen in de landbouw, een grote toekomst. Het geeft geen productvreemd residu en het is ook te gebruiken in bewaringen waar bijvoorbeeld potaardappelen, zaaizaden of andere producten opgeslagen worden. De prijs van Walvoorsite ligt ruim boven dat van bijvoorbeeld Glory per se. En we hopen dat terug te gaan verdienen met een hogere prijs voor het product wat we afleveren. Daarnaast een hoger gewicht. Omdat de aardappel dus rustiger is, heb je minder vochtverlies. Dus je hebt meer kilo's netto die je af gaat leveren. Minder ventilatieuren, dus minder stroomkosten. En minder kwaliteitsafwijkingen. En we hopen natuurlijk, doordat we nu veel meer feit inzichtelijk hebben gekregen ten aanzien van het seizoen, dat we ook met een lagere dosering kunnen en dat we daardoor ook met een lagere kostprijs kunnen gaan werken. We zijn met een heel aantal rassen nu bezig, maar we hebben in Nederland ruim 100 rassen. En we hebben nog niet de ervaring met alle 100 rassen. En dat zal op termijn zal zich dat uit moeten wijzen. Alleen de eerste signalen zijn heel veelbelovend. Voor de akkerbouwer wordt het naar de toekomst belangrijk dat hij in een teeltgebied als Nederland met een hoge kostprijs zich kan onderscheiden door een kwalitatief superieur product te leveren. Dit vraagt een stukje vakmanschap van de telers, maar ook uit zijn omgeving het voorzien van goede producten, goede adviezen, waardoor hij in staat is om lang in het seizoen, laat in het seizoen, nog een 100% topproduct te leveren. Ik ben heel erg tevreden. Ondanks de hoge kostprijs en dat je als proef, als eerste kleine groep praktijktelers met een nieuw toegelaten middel aan het werk gaat. Maar dat is toch risico. Het is je hoofdinkomen. En stel dat het niet zou werken, dan neem je toch heel veel risico.